Wat moet er gebeuren met het overleden nijlpaard Tanja? Dat is de grote vraag voor dierentuinartsen in Amsterdam. Die hebben nu nog geen idee wat er met haar gaat gebeuren, maar het zou kunnen dat Tanja weer terugkomt naar Artis. Maar dan opgezet. Dat er nog veel aan Tanja gedacht wordt is wel duidelijk. De muur bij haar verblijf hangt vol met tekeningen en briefjes. Er komen 3 dagen na haar dood nog steeds mensen langs om het lege hok te zien. En om Tanja te herdenken. Tanja heeft haar hele leven in dierentuin Artis gewoond. En ze was heel populair bij de vaste bezoekers. Tanja was het oudste nijlpaard van Nederland en de op 1 na oudste van Europa. De laatste tijd had ze veel last van een huidziekte. Het ging vorige week zo slecht met haar dat de dierenarts haar op eerste kerstdag een spuitje gaf. De dierentuin wil graag iets van Tanja houden. Ze onderzoeken nog hoe dat kan. Een van de mogelijkheden is dus om het dier op te zetten. De dierentuin hoopt in ieder geval dat ook in de toekomst kinderen via Tanja nog iets kunnen leren over nijlpaarden.